Kees Zeeman, jullie hebben het eindelijk voor elkaar. Kampioen met Ajax-vrouw. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik moet zeggen, ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest voor de wedstrijd. Ik ben vanmiddag en vanochtend gewoon gaan werken. Ik dacht, dan heb ik eventjes het anders aan mijn hoofd. Het was veel erger dan vorige week. Maar jullie zeggen toch, we maken ons niet druk. Nee, dat klopt. Maar toch, toen ik vanochtend wakker werd, ging het wel een beetje kriebel eigenlijk. Wat voor een dag heb je gehad? Nou ja, ik ben dus gaan werken. En toen dacht ik er eigenlijk niet aan, dus zo eigenlijk. Nee, dat snap ik. Maar nu, je wordt kampioen, je hebt een wedstrijd, jullie zijn nu allemaal feest aan het vieren. Vertel. Ja, dit is helemaal geweldig. Hier hebben we echt het hele seizoen naartoe gewerkt. En eigenlijk vanaf de eerste wedstrijddag hadden we het in eigen hand. En als je overal kijkt dan, en je telt de play-offs eigenlijk niet mee, dan win je gewoon met 10 punten verschil. Dus dat is top. Je had de vorige week al een kans om te beslissen natuurlijk. Dat is niet gelukt. Hoe erg waren jullie bezig van het zou toch niet nog fout kunnen gaan? Je weet dat je eigenlijk niet die wedstrijd mag verliezen. Eigenlijk uit en thuis. Die wedstrijd daarvoor ook. Maar de eerste helft ging heel goed. Maar de tweede helft was het echt heel slecht thuis. Dus we mochten echt wel heel blij zijn met dat het toen 1-1 bleef. Maar dat is denk ik de kracht van dit team dit seizoen. Dat we het niet meer weggeven op de momenten dat het vorig jaar nog wel eens fout ging. En deze wedstrijd tegen ADO, hoe ging die? Ja, we begonnen eigenlijk goed. En het is jammer dat we voor rust net die goal tegenkrijgen. Want dan gaan zij er ook weer een beetje in geloven. Dat het was gewoon een kut moment precies voor rust. En zij gingen ook met 4 spitsen spelen de hele tweede helft eigenlijk. Dus dan hebben zij ook veel ruimte in de rug. En dan is het zo heerlijk dat je die 2-1 maakt. En dan weer zo achterlijk hoe het daarna weer gaat. Want ze trapte meteen af. Dat heb ik nog nooit meegemaakt trouwens. Maar nee, ik ook niet. Het zal allemaal wel mogen, want het zijn regels. Maar ongekend. Laatste fluitsignaal. Jullie zijn niet meer te houden, logisch natuurlijk. Ja, hier heb je zo lang naartoe geleefd. En vorige week eigenlijk al. En toen waren we al zo... Eigenlijk wel een beetje teleurgesteld met het gelijkspel. Maar achteraf denk je ook, jouw 20 op 5 punten is gewoon een goed resultaat. Maar vandaag echt heerlijk. Wat gebeurt er daarna als jullie kampioen zijn geworden? Zwembad in? Ja, we zijn het zwembad in geweest. Ik weet niet of ze daar heel blij mee zijn, want het zit vol met bier. Jij bent nog aan het droog? Ja, ik heb even een ander broekje aangetrokken. Maar straks gaan we er nog een heel groot feest van maken. Gezongen boven, heb je nog gek gedaan? Ja, tuurlijk, alleen maar zingen. Maar dit is nog maar het begin. Het moet nog beginnen eigenlijk. Ja, vertel, wat gaan jullie allemaal nog doen? Nou, we gaan straks de stad in en dan zien we het wel. En dan moet je volgende week nog een wedstrijd spelen. Heb je toch helemaal geen zin meer in? Nou ja, we gaan nu wel eventjes dit heel goed vieren.